Hey allemaal, en leuk dat jullie kijken naar deze What's in my schoolbag tag. Om te beginnen is het misschien handig dat jullie weten dat ik communication en multimedia design studeer. En voor die opleiding heb je geen boeken. Dus dat houdt in dat ik geen big ass rugtas heb met 4 boeken, de halve bibliotheek, 8 schriften en noem het allemaal maar op. Om te beginnen, ik heb altijd aan de zijkant van mijn tas een flesje water. Vervolgens heb ik in het vak hierbovenin mijn oortjes. Want wat is nou een student zonder oortjes? Ook heb ik hier zo mijn perskaart. Dit is een kaart waarmee ik kan aantonen dat ik in de HVA-gebouwen mag filmen voor de HVA YouTube. Uiteraard mijn collegekaart. Grote vak heb ik mijn laptop. Mijn laptop zit in een speciaal laptopvak, zodat hij goed beschermd is. Mijn laptop leeft natuurlijk niet zonder mijn oplader. Net zoals dat mijn telefoon ook niet kan leven zonder oplader, heb ik ook altijd mijn oplader bij. Mijn oplader heb ik gemarkeerd met 2 rode stipjes, zodat ik altijd mijn oplader kan onderscheiden van die van anderen. Ook heb ik heel handig een mappie. In dit mapje hou ik al mijn notities, belangrijke aantekeningen, schetsen, papierwerk, alles hou ik hier bij elkaar. Ik vind het veel handiger dan dat ik 3 notitieschriftjes heb en 8 losse blaadjes en je kent het wel, alles verdwijnt. Ik heb ook een etui. Ik probeer zo min mogelijk schrijfgerij mee te nemen, dus ik neem altijd alleen de belangrijkste en veel gebruikte kleuren mee. Zoals deze rode pro-marker. Hier kan je heel handig mee schetsen en schaduwen en verschillende tintjes tekenen. Een geodriehoek om zo recht mogelijke lijnen te maken. Ik heb ook nog Sharpies. Sharpies gebruik ik ook altijd. En ik heb ook nog allemaal kleurtjes stabilo's. Ook heb ik speciaal altijd een harde schijf mee. Op deze harde schijf zet ik mijn belangrijkste bestanden. Want als mijn laptop het ooit een keer begeeft, wat natuurlijk kan gebeuren, dan heb ik het hier nog allemaal safe op staan. En omdat we veel zware programma's gebruiken zoals Photoshop, Illustrator en InDesign, is het handig om zware programma's en grote bestanden hierop op te slaan, zodat mijn laptop niet zo traag is. En als laatste, heel erg oldschool, een agenda met een pen. Ik schrijf ook soms nog belangrijke dingen in mijn agenda op mijn telefoon op, maar ik vind dit echt het chills, omdat je gewoon in het boekje open doet, is je precies, oké, deze week heb ik dit en dit en dit en dit. En dat vind ik gewoon handig. Gewoon lekker oldschool. Dus al met al heb ik best wel een gemiddelde doorsnee rugzak. Al met al heb ik dus best wel een doorsnee rugzak van een student. Wil je nou nog een What's in my schoolbag tag video zien? Dan hebben we hier nog een video van Sofian. Sofian heeft ook een keer een What's in my schoolbag tag gemaakt. En willen jullie nog meer video's zien van HVA? Dan kunnen jullie hier klikken. En dan kunnen jullie abonneren op het HVA YouTube kanaal. En dan mis je nooit meer een video van ons. En dan zeg ik voor nu, ciao!